het front van de Sint-Jan. De grote beelden bovenop zien we al van verre in de stad. Metershoge beelden en bovenop Christus. Christus Salvator. Naar hem is de kerk allereerst genoemd. Christus die de redder is, die ons verlost heeft van die kerkvervolging van de eerste eeuwen, die geduurd heeft tot 313. De kerk is vrij, Christus verlosser. Christus die ons ook allemaal tot op de dag van vandaag mag verlossen van alles en iedereen die ons benauwd en pijn en zeer doet. Al gauw werd de kerk gewijd aan Sint-Jan, maar welke Sint-Jan? Aan allebei. Sint-Jan de Doper, Sint-Jan de Evangelist. Hun beelden staan boven op de kerk naast Christus. Onder op de zuilen zien we dat dit de moederkerk is van stad en wereld. Als we de kerk zelf binnenkomen, dan zien we een vloer die wel door Escher gemaakt zou kunnen zijn. Of misschien heeft Escher, de grote man met de magische tekeningen, zich laten inspireren door deze vloer. Een vloer die je overigens ook wel meer in Italië ziet. Je moet maar goed opletten op die vloer. Wat het perspectivisch idee is wat daarachter zit. Geen kosmatenvloer deze keer, want de kerk is te nieuw. Vervolgens valt ons op de beelden van de apostelen die daar staan, meters hoog. Zij dragen de kerk. En elke apostel draagt zijn eigen attribuut, het attribuut wat hem kenmerkt. Zoals de tollenaar de centen aan zijn voeten hebben. De apostel Barnabas die zijn leven heeft moeten geven doordat zijn lichaam gevild werd. Het filmes, je ziet het huidje van zijn hoofd, heeft hij op zijn arm hangen. Een gruwelijk teken. En zo heeft elke apostel zijn signaal, zijn kenmerkend attribuut bij zich. Als we helemaal vooraan in de kerk komen, dan zien we boven het altaar de borstbeelden staan van Petrus en Paulus. Gouden beelden in een prachtige, kooi, zou ik bijna zeggen, gouden achter gouden tralies. Men dacht ook altijd dat daar de hoofden van de beide apostelen in bewaard bleven. Maar toen de Fransen hier kwamen en deze kerk veroverden, Napoleon, en er een tijd lang een paardenstal van gemaakt hebben, toen de Fransen die beelden weghaalden, bleek wel dat ze leeg waren. Maar ze zijn toch weer teruggeplaatst. En toch blijven zij, Petrus en Paulus, zo zichtbaar in deze kerk en worden zij hierin geëerd in dat goud. Helemaal doorlopend, dus daar waar het altaar is, zijn we weer in de oude kerk. Nog van voor de restauratie. Prachtig mozaïek die ons weer brengt in het paradijs. Een doorkijkje geeft op ja, wat we ons allemaal te wachten staat eens. Zal het zo zijn of zal het niet zo zijn? Wij zingen wanneer iemand gestorven is. In paradisum deducant te angeli. Naar de hemel zullen de engelen je begeleiden. Als we deze oude mozaïeken zo aankijken, dan herkennen we iets van die hymne. De droom van gelovigen, de droom van deze wereld, dat het eens allemaal anders zal zijn. Dat er vrede zal zijn, dat mensen elkaars broers en zusjes zullen zijn. Dat God bij ons is en niemand meer hoeft te lijden, alle tranen gedroogd. Prachtig mozaïek, waarin je overigens eens moet zien hoe bescheiden de paus is. Hij beeldt zich af als zo'n beetje de kleinste heilige die op dat mozaïek staat. Als we ook op die plek staan en helemaal naar links kijken, dan zien we daar bovenaan, boven het altaar, de restanten van de tafel van het laatste avondmaal. Ook door Helena meegenomen naar Rome.